Mijn naam is Ronald van der Poel en ik ben de voorzitter van deze fantastische hockeyclub HC Schiedam. En vandaag ben ik hier eigenlijk omdat het weer voor het eerst is sinds lange tijd dat we de terrein überhaupt mogen betreden. En nog mooier, we gaan ook echt beginnen met de trainingen voor de jongste jeugd. Dus daar zijn we bijzonder trots op en blij mee. Aan het begin van het jaar zijn natuurlijk alle teams zijn heel erg enthousiast. Voorbereidingen, hard trainen om die competitie op te starten. En dat heeft dan wel geteld 1 wedstrijd geduurd. Ja, en dan daarna is het natuurlijk heel treurig dat je een fantastisch mooi complex hebt. En dat er helemaal stil en verlaten bij ligt. Met een groot slot op het hek en gesloten. En dat is het heel lang wachten, wanneer dan weer wel. En iedere keer weer scenario's van wat dan en wat als en wanneer. En daar zijn de commissies heel erg druk mee geweest. Om iedere keer te zorgen dat als het gaat gebeuren, dan zijn wij er in ieder geval klaar voor. Nou, vandaag is zo'n dag. Nou, in dit geval is het wachten geweest eigenlijk op de gemeente. Dat klinkt negatief, dat is helemaal niet zo. Maar die hebben uiteindelijk als laatste zeggenschap van we gaan het wel of niet doen. Nadat natuurlijk is gezegd dat vanaf 29 april de jongste jeugd weer wat mag gaan doen. Hè? Eigenlijk de jeugd tot en met 18 jaar. Nog wel onder voorbehoud zou je zeggen en tot 12 jaar geheel vrij. Nou, die mededelingen krijgen wij dan ook, die krijg je van die gemeente. Dan ga je aan de slag, die krijg je ook die richtlijnen van de KNB. Dus daar gaan we ook mee aan de slag. En dat maakt 1 totaalpakket. En dan is het wachten tot het definitieve ja. Ja, en dat is natuurlijk een beetje raar gelopen. Want de leden wisten op een gegeven moment ook niet meer of het nou wel of niet doorging. Want de aankondiging was, we gaan ervoor. Een paar uurtjes later, we gaan er niet voor. En nu vanochtend, we gaan er wel voor. Dus uiteindelijk is het goed gekomen, maar dat heeft wel tijd nodig. Zonder daar vervelend over te doen, maar weet je, hoe kan je beschrijven hoe dat proces dan gaat? Waar hangt het dan vanaf, zeg maar? Ja, nou, in dit geval was eigenlijk alles helemaal voor elkaar. We hadden het geregeld, de gemeente ook afgestemd. Maar de gemeente heeft een kleine aanpassing gemaakt in hun noodverordening. En ook die moet goedgekeurd worden. En het blijkt gewoon dat is even ergens blijven liggen. Dus het definitieve ja zat er wel in. En we wisten ook wel voor 99% dat het wel zou gaan gebeuren, ook wel deze week. Alleen het was een beetje slordig. Hadden we misschien donderdag begonnen, hadden we nergens last van gehad. Maar omdat wij zeiden 29ste open gelijk knallen met z'n allen. Ja, dat was nou precies, zou je zeggen, net even dat druppeltje wat net niet lukte. Ja, vol trots staan we hier nu. Dus wat dat betreft, het zonnetje schijnt. De eerste training gaan 4:15 beginnen. Dus wat dat betreft, geweldig. En alle complimenten aan die mensen die daar keihard aan hebben gewerkt. Want wat dat betreft sta je hier als trotse voorzitter. Maar als voorzitter heb je weinig te doen als je niet zo'n fantastisch team achter je hebt natuurlijk. Ja, dat is fantastisch. Dat is voor iedereen fantastisch. Ik denk ook voor ouders fantastisch. Die hebben de kinderen al heel lang binnen. En nu mogen ze eigenlijk weer met hun vriendjes en vriendinnetjes. Eigenlijk een soort voorschot nemen ze op wat natuurlijk na de vakantie gaat gebeuren. Dat ze weer met elkaar de klas komen en gelukkig weer lekker samen kunnen zijn. Ja, hoe geweldig is dat als wij de primaire kunnen meemaken en ze weer bij elkaar te binnen en ze lekker over het veld te zien rennen. Dus ja, dat is super. Dat is echt heel mooi omdat, wie had het gedacht, maar dat is zover.